Welkom bij Barbecue Brommer. Mijn naam is Rinus Poot en vandaag gaan we airfryen in de barbecue. En we maken de lekkerste pulled pork kaassoufflees. We hebben dus een leuke nieuwe techniek. Let op, ik zit dus voor een paar jaar geleden in een Facebookgroep van de Primo en ik ben altijd op zoek naar nieuwe techniekjes en dat soort dingen. En daar vertelden de moderators, die dus weer beheer zijn van Primo en bij Primo ook werken volgens mij, dat ze dus aan het airfryen waren in de barbecue. En dat vind ik super interessant. Dat is natuurlijk een manier om weer iets lekkers te maken en daar ben ik altijd naar op zoek. Dan had ik dus een gedachte van, hey jongens, ik wil nog een keer een kaassoufflé maken en die wil ik dan helemaal barbecue-stijl doen. Dus dat is wat we vandaag ook gaan doen. En ik ga nu ook naar de commando, dus we delen hem gelijk in, zodat we die airfry-methode aan jullie kunnen laten zien. En waarom ga je nou eigenlijk airfryen in je barbecue? Nou, airfryen in zo'n elektrisch apparaat, dat geeft gewoon niet veel smaak. Nemen we nou eiken en beuken als brandstof, ja, daar komt ietsjes rook vanaf, dus dan krijg je echt die barbecue-flavor van. Dan ga ik ondertussen gelijk even de barbecue vullen. Maar als jullie nou even abonneren, dan help ik jullie straks ook weer verder. En helpen jullie dus nu mij. Ik heb de firebox opgedeeld om een compactere luchtstroom te krijgen. En gooi gerust die firebox helemaal vol. Dat maakt namelijk helemaal niks uit. Want we gaan namelijk ook voor een hogere temperatuur. En voor deze techniek steken we hem dus in het midden aan. Dan nemen we het rekje van het hitteschild en die gaat er op zijn kop in. Want op deze manier hebben we wat meer ruimte tussen het vuur en ons gietijzeren rooster. En die heb je juist nodig, want die houdt goed de temperatuur vast. En nu komt het. Nu leggen we het originele rooster bovenop het gietijzer. En op dusdanige manier dat de spijlen elkaar kruisen. Op deze manier krijg je dus die warme, dwarrelende luchtstroom die de airfryer ook maakt. En omdat we de luchtstroom van de Kamado willen verhogen, zetten we boven de zwaargewijd open en regelen we de warmte met de onderkant. En we laten de barbecue oplopen richting de 225 graden. Kijk eens aan, kan die even lekker opwarmen, duik ik gelijk de studio in, want daar heb ik wat spulletjes klaarstaan. Voor de buitenkant van de kaassoufflé wordt normaal gesproken paneermeel gebruikt, maar daar ben ik niet zo van. Vandaag gebruiken wij Doritos, die worden namelijk extra lekker krokant en je kunt er allerlei smaken aan toegeven. Wij gebruiken vandaag een neutrale, maar je kunt prima deze ook gebruiken. Het enige wat je hoeft te doen is helemaal fijn te malen in de zak. Nou, als je dat gedaan hebt, trek ik even snel de handschoentjes aan en kom gerust dichterbij, want we gaan beginnen. We hebben hier dus bladerdeeg, onze Dorito paneermeel, eieren, pulled pork, jalapeno's en kaas en daarmee gaan we dus de kaassoufflé opbouwen. Als eerste halen we dus de folie eraf, een beetje rustig. Trouwens, dit is gewoon bladerdeeg van de supermarkt, niks bijzonders. Als je dat gedaan hebt, leg je hem neer en dan snij je hem dus rustig door midden. Dan leggen we deze aan de kant en dan nemen we dus een plakje cheddarkaas. Wel helemaal goed vullen, dus helemaal rondom ongeveer 6-7 mm vrij houden. En daarbovenop gaan dan twee mooie ringetjes jalapeno. Dan modelleren we de pulled pork ietsjes eroverheen. Daarop gaat een kaasje en zorg dat je de randjes goed schoon houdt. Dan kun je hem zo meteen beter dichtmaken. Nou, als we dat gedaan hebben, mag als laatste dat bovenkantje er van de bladerdeeg bij op. En pakken we een vork en pakken we de zijkantjes helemaal dicht. Als je dat gedaan hebt, dan draaien we hem dus om en dan pakken we de andere kant ook helemaal rondom dicht. Kijk, en dan ziet hij er zo uit en mag hij dus gelijk ook ons geklutste eigeel in. En daarna meteen de Doritos in. Bedekken we in ieder geval helemaal rondom, want dit wordt lekker! En dan mag je dus gelijk het mandje in en dan gaan we naar de barbecue. Net als bij een airfryer gebruiken we dus dit grillmandje, omdat die nog weer extra een verwikkeling geeft in die stroming van de lucht. Echt airfryer dus. Ik heb er al echt zin in. Stop even de muziek. Checken we gelijk even of die krokant is. En snijden we hem gelijk over midden, want ik wil de binnenkant zien. Daar gaan we. Dit is echt lekker. Nou ja, er zitten proppen vandaag. Ik hoop in ieder geval dat jullie genoten hebben. Ik ben zeker aan het genieten. En ik hoop dat jullie dit ook gewoon een keer gaan maken. Tag me maar eens en dat soort dingetjes. En dan, net als ook weer, ik zeg wel. Verrekt lekker! En tot de volgende! Hey, jij daar! Kom je van de week weer even kieken? Dan bedenk ik vast wat lekker is voor jouw bakkes!